We zijn hier bij Voedselbos Woest. Een stuk natuur in ontwikkeling waar we straks ook nog uit kunnen gaan oogsten. Wat we geplant hebben zijn appelbomen, perenbomen. Maar je werkt natuurlijk met hoogtes, dus we hebben ook bessen, allerlei soorten dingen. Alleen je merkt als je gaat planten, de meeste dingen staan er in het Latijn op. En dus je krijgt gewoon een label van dat moet je neerzetten. Dus dat is de huppel de puppel de puppes. Dus ik weet niet precies wat ik allemaal gedaan heb, maar vruchten. De provincie Noord-Brabant is partner in het Buurt Natuur en Waterfonds, samen met de waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds, omdat wij het heel belangrijk vinden om groene burgerinitiatieven te kunnen steunen. Zeker hier dichtbij het stedelijk gebied is het gewoon heel mooi als hier groepen, kinderen, gezinnen, scholen, buurtgenoten samenkomen om hier hun voedsel te verbouwen. We vinden het mooi om dat mogelijk te maken met elkaar, omdat het eigenlijk het sociale en het groene op een hele mooie en toegankelijke manier samen verbindt. En wat je ziet is dat voedselbossen niet alleen gezond voedsel maken, waar we met z'n allen van kunnen genieten. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat het klimaat robuust is. Ze zijn heel erg droogtebestendig. Een ander belangrijk provinciaal thema. Ik denk dat überhaupt natuur in de buurt heel belangrijk is. En zo'n voedselbos is natuurlijk, het heeft iets interactiefs. Je hebt natuur, maar je kan ook daar actief mee omgaan. Je kan hier gewoon wandelen, nou ja, dat is al actief. Maar je kan ook gewoon consumeren, om het zo maar te zeggen. Lekker vruchten plukken en het heeft een educatief gehalte. Maar überhaupt het feit dat er meer groen en met name meer bomen in de buurt zijn, dat vind ik eigenlijk heel erg belangrijk. Nou, je ziet in deze buurt, hè, dus nog een jonge buurt, en wat het oplevert, wat direct oplevert, heel tastbaar, het zijn gewoon mensen die elkaar leren kennen. Hè, we hebben diverse vrijwilligers, die komen uit de Grote Wielen, die hebben daar net een huis gekocht, soms al met jonge kinderen, soms nog niet. Maar die komen elkaar hier voor het eerst tegen, terwijl ze dan merken van, hé, we wonen eigenlijk maar een paar straten van elkaar af. Ja, die cohesie, die zie je gewoon groeien op deze manier.